verhaal van Bilke is eigenlijk gestart in een kleine kruidenierszaak in het centrum van Kortrijk, die mijn ouders sinds 1956 uitbaten. En zij maakte koffie voor hun eigen winkel. Ik ben dan in 1990 de winkel overgenomen. En dan ben ik gestart met het commercialiseren van de confituur. Van onze verkoop is in België, nog altijd. 30% is voor de Europese markt bestemd en 20% is buiten Europa. Maar globaal gezien leveren wij van Canada tot Nieuw-Zeeland, van Zuid-Afrika tot Japan, het Midden-Oosten, Rusland, overal waar er iets meer kan betaald worden voor onze producten. Dus het luxe segment.